geweldig. Ja, het was zo bijzonder. Ja, het was wel heel raar, want ik kon niet naar binnen kijken vanaf buiten. Dus ik zag wel allemaal mensen zwaaien en klappen, zo'n beetje vaag. Maar ik dacht, het zonnetje ging net schijnen. En ik dacht, oh, het kon zo. Het was echt wel een beetje alsof ik zweefde. Maar het was ook behoorlijk koud vandaag. Toch had de musicalster daar geen last van. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb ook thermal ondergoed aan. Dus nee, het was niet koud. In Amsterdam is vandaag de eerste repetitiedag voor de crew. En daar werd wat speciaals van gemaakt. Daarom zijn we Stapelgek op Haar. En daarom zijn we Stapelgek op Haar. Maassluis stond eind vorige maand op zijn kop toen hun Noortje de hoofdrol in de musical won. Ze sms'te zich suf. Noortje! Hoe vaak zal de hele zaal vol zitten met mensen uit Maassluis? Oh, geen idee. Maassluis is niet zo heel groot, dus... geen idee. Ik hoop heel veel. Mary Poppins is vanaf 11 april te zien in het theater in Scheveningen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wij hopen natuurlijk dat Noortje gauw weer te zien zal zijn in de Schuurkerk in Maassluis.